De filosofie van de vrijheid is gebaseerd op het principe van zelfbeschikking. U beschikt over uw leven. Dit ontkennen is beweren dat iemand anders een groter recht op uw leven heeft dan uzelf. Geen ander individu of groep van individuen beschikt over uw leven. En u heeft geen recht op de levens van anderen. U bestaat in de tijd, toekomst, heden en verleden. Dit manifesteert zich in leven, vrijheid en het product van uw leven en vrijheid. Het verliezen van uw leven is het verliezen van uw toekomst. Het verliezen van uw vrijheid is het verliezen van uw heden. Het verliezen van het product van uw leven en vrijheid is het verliezen van dat deel van het verleden dat het produceerde. Een product van uw leven en uw vrijheid is uw eigendom. U bent eigenaar van de vruchten van uw arbeid, het product van uw tijd, energie en talenten. Eigendom is dat deel van de natuur dat u omzet in waardevol gebruik. Eigendom is het eigendom van anderen dat aan u gegeven wordt door vrijwillige uitwisseling en onderlinge overeenstemming. Twee mensen die iets vrijwillig overeenkomen, zijn beide beter af, anders zouden ze het niet doen. Zij alleen hebben het recht deze beslissing voor zichzelf te maken. Soms gebruiken mensen geweld of fraude om te nemen van anderen zonder hun vrijwillige toestemming. Het initiëren van geweld of fraude voor het nemen van leven is moord. Voor het nemen van vrijheid is slavernij. En voor het nemen van eigendom is diefstal. Het maakt niet uit of deze acties worden uitgevoerd door iemand alleen, door de velen tegen de weinigen, of door politici in kostuum. U heeft het recht om uw leven, vrijheid en rechtmatig verkregen eigendom te verdedigen tegen de agressie van anderen. En u mag anderen vragen u te helpen u te verdedigen. Maar u heeft het recht niet om geweld tegen het leven, de vrijheid en eigendommen van anderen te initiëren. En u heeft dus ook het recht niet om een ander als middel te gebruiken om tegen anderen geweld te initiëren. U heeft het recht leiders voor uzelf te zoeken. Maar u heeft het recht niet om andere regels op te leggen. Hoe politici ook verkozen zijn, zij zijn slechts mensen en zij hebben ook geen hogere rechten dan die van andere menselijke wezens. Ondanks de creatieve benaming voor hun gedrag, of het aantal mensen die hen ondersteunen, politici hebben geen recht om te moorden, tot slavernij te dwingen of te stelen. U kunt ze geen rechten geven die u zelf niet heeft.
Aangezien u uw eigen leven heeft, bent u verantwoordelijk voor uw leven. U huurt uw leven niet van anderen die uw gehoorzaamheid verlangen. Nog bent u een slaaf van anderen die uw zelfopoffering verlangen. U kiest uw eigen doelen, gebaseerd op uw eigen waarden. Succes en mislukking zijn beide noodzakelijke ingrediënten om te leren en te groeien. Uw acties op verzoek van anderen, of hun acties op uw verzoek, zijn alleen deugdzaam wanneer zij afgeleid zijn van vrijwillige, wederzijdse overeenstemming. Want deugdzaamheid kan alleen bestaan bij negatie van vrije keuze. Dit is de basis van een werkelijk vrije maatschappij. Het is niet alleen de meest praktische en humane basis voor menselijke acties, het is ook de meest ethische. Conflicten in de wereld die voortkomen uit het initiëren van geweld door de overheid, hebben een oplossing. De oplossing voor de mensheid is om te stoppen overheidsfunctionarissen te vragen geweld te initiëren voor hun voordeel. Slechtheid komt niet alleen voort uit slechte mensen, maar ook uit goede mensen die het initiëren van geweld tolereren, als het voor hen voordelig is. Op deze manier hebben goede mensen de macht gegeven aan slechte mensen, door heel de geschiedenis. Vertrouwen hebben in een vrije maatschappij, is de nadruk leggen op het ontdekken van waarde in de vrije markt. Het richten op een afgedwongen visie of doel, en het gebruiken van overheidsdwang om een visie af te dwingen op anderen, is intellectuele luiheid en resulteert inherent in niet bedoelde, perverse consequenties. Het bereiken van een vrije maatschappij vereist moed om te denken, om te communiceren en te handelen. Helemaal wanneer het makkelijker is om niets te doen.